Bij werkzaamheden in de Hortensiastraat in Den Haag heeft na het middaguur een gasexplosie plaatsgevonden. In de Hortensiastraat en omgeving worden momenteel ondergrondse vuilcontainers geplaatst en bij deze werkzaamheden is dus een gasleiding geraakt. Bij deze explosie zijn 6 personen gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Een onbekend aantal anderen is ter plaatse behandeld en onderzocht. Er is sprake van dat er bewoners uit hun woningen gesprongen zou zijn, maar dat kon niet bevestigd worden. In totaal zijn 4 ambulances en het MNT gealarmeerd. De traumahelikopter is direct na de landing afbesteld en naar een andere opdracht gevlogen. Het vuur is overgeslagen naar nabijgelegen woningen. Zowel een woning op de begane grond als een bovengelegen woning zijn zwaar beschadigd door de brand. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand en de hulpdiensten hebben ook grip 1 afgekondigd.